Deze maand ga ik jullie iets vertellen over de apparatuur waarmee je koffie maakt en hoe je daarmee omgaat. En het is natuurlijk heel belangrijk om altijd met een schone opstelling te starten en hem ook altijd schoon achter te laten. Goed, als je koffie gaat maken is het belangrijk dat je eerst de oude koffie verwijdert uit de filterdrager. Als dat nog niet gedaan is door je collega of door jezelf. Vervolgens ga je de koffie keurig malen. Dat doe je bij voorkeur à la minuut, dus grinding on demand. Vervolgens recht aandrukken en ik heb hier een mooie brug waarop ik hem mooi recht erin kan zetten en aan kan drukken. En dat mag best met wat gewicht. En dan komt het heel belangrijk, en dat wil ik nu even goed laten zien, altijd voorspoelen. Want wat gebeurt er? Dit is wat er uiteindelijk in het kopje zit. En dat is allemaal oude koffie en die zou anders op je verse koffie komen. En je smaak dusdanig beïnvloeden dat dat echt niet te drinken is. Goed, ik ga deze keer eens een dubbele espresso maken. Grote kop. En je ziet dat hij heel mooi langzaam doorloopt. Hij moet zo rond de 25 seconden moet hij uitkomen. Je ziet dat er weerstand is. Je ziet dat het beweegt, dat het niet in één keer heel snel doorstroomt. Ik hou de tijd in de gaten. Hij is voorgeprogrammeerd, maar het leukste is natuurlijk om dat zelf te bepalen en handmatig in te stellen. Rond de 25 seconden, en dat is hij nu. Nou, dan zie je een hele mooie reebruine kleur, reebruine ogen, mooi geconcentreerd. Heerlijk om van te genieten. Nou, dan wederom, als je dit gedaan hebt en het is hier iets vies, maak het altijd keurig schoon. Pak de filterdrager, klop hem meteen uit, maak hem schoon en zet hem bij voorkeur schoon terug. En zorg ervoor dat altijd je filterdragers in de groep zitten, dat die warm blijven. Ik vertelde net al, spoel de groep goed voor. Dat is niet alleen de koffieresten die van de groep afkomen, maar het is ook uiteindelijk even het water doorspoelen. Als het apparaat een tijd stilgestaan heeft, kan het zijn dat het eerste water echt loeiheet is. Nou, dat is zonde om dat op je koffie te laten komen, want dan verbrandt het en dan is er helemaal niets lekkers meer aan. Als je melk gaat opschuimen, ga ik nou niet doen, maar zorg ervoor dat je altijd eventjes het water uit de stoompijp hebt. Dat die echt goed op stoom is en niet dat het water in je melkkannetje komt. En ook dan geldt, als je je melk opgeschuimd hebt, dan zit hier vaak melk aan. Doe hem weer even open en dicht, zodat de melk eruit spuit en maak hem goed schoon, zodat er nooit melkresten op je stoompijp zitten. Dan het andere belangrijk punt, als je klaar bent, dat wil zeggen als je geen koffie meer gaat zetten, of dat nou thuis is of in een horecabedrijf, zorg ervoor dat je eventjes gaat blind filteren aan het eind van de dag. Dat doe je met een blind filter in de filterdrager. Die zet je erin. Je drukt hem vervolgens in. Telt keurig tot 3. En je drukt hem weer in. En dan zie je al dat hij via de druk achter water wegspoelt. En dat hij zo het hele systeem goed schoonmaakt. Dat doe je 5 keer. Met tussenposes. En afhankelijk hoe intensief je gebruikt. Uiteraard ook schoonmaakmiddel gebruiken. En dat doe je eigenlijk op dezelfde manier. Mocht je daar meer over willen weten, ga eens even lekker op je computer googlen, want er zijn fantastische filmpjes met goede uitleg. Maar een schone machine en schoon werken is ontzettend belangrijk om de smaak van de koffie tot zijn recht te laten komen.